zie jij de toekomst nu? Ja, wereldmarktleiderschap, hè? Ja. Vlinders gaat groot worden. Tijdens een gezellige borrel wordt vandaag de samenwerking tussen RTL en woonwinkel Vlinders aangekondigd. En wij van Gangmakers gaan natuurlijk even kennismaken met onze nieuwe collega's. En tijdens zo'n kennismaking neem je natuurlijk wel even een aardigheidje mee. Geert, vertel even, wat is Vlinders en wat maakt jullie uniek? Vlinders is een woonwinkel. En we verkopen echt hele mooie interieurproducten aan iedereen. Ja. Proberen we te doen via een winkel, via websites, via café. En hoe is de samenwerking met RTL tot stand gekomen? Nou, al heel lang geleden hebben we al een beetje aan elkaar geroken. Maar toen was de tijd denk ik nog niet rijp. En nu een jaar geleden hebben we opnieuw contact gezocht met elkaar. En is er iets moois uit voortgekomen. En hoe zie jij de toekomst nu? Ja, wereldmarktleiderschap, hè? Ja. Vlinders gaat groot worden. Nou, we zien nog heel veel kansen om verder te groeien. En ja, met name nu door de inzet van televisie denk ik ook echt een merk te kunnen gaan bouwen. Vincent, waarom investeert RTL in Vlinders? Ja, het is de focus van RTL Ventures om te investeren in snel groeiende business-to-consumer bedrijven die actief zijn in een groeimarkt. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat we heel erg veel vertrouwen hebben in de twee ondernemers die Vlinders runnen. Daarmee zijn wij overtuigd dat het een succes gaat worden. En als we het hebben over die investering, hoeveel geld gaat het nou eigenlijk? Nou, we hebben in totaal 3 miljoen euro geïnvesteerd in Vlinders. Een flink gedeelte daarvan wordt ingezet in media exposure op RTL. En waar hoop je dan dat het uiteindelijk toe leidt? Nou, ik hoop uiteindelijk natuurlijk dat het voor Vlinders gaat leiden tot een flinke toename van de merkbekendheid. En daarmee voor hen ook een grote stijging van de omzet. Voor ons, voor RTL en RTL Ventures, hoop ik dat het een goede winst op de investering oplevert. Cheers! Tijd voor het happertje. Hebben jullie even tijd voor ons happertje? Welke kleur kies je? Ik kies rood. Met welke bekende RTL-presentator of presentatrice zou je een kopje koffie willen drinken in het Vlinderscafé? Nou, dat doen we gewoon lekker omwettend dan. Goed, ja. Ja, als je dit kijkt. Ik heb hier 2 goodiebags voor jullie. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Als je 1 minuut gratis zou mogen winkelen in het magazijn van Vlinders, wat zou er zeker in je winkelwagentje liggen? Toch de kokende stoel. Zoals je ziet, ik heb mijn soortgenoot gevonden. Ja, ja. We gaan de happer doen. Oké. Okay. Ken je dit? Van vroeger. Als je 1 minuut gratis zou mogen winkelen in het magazijn van Vlinders, wat zou er zeker in je winkelwagentje liggen? Oh nee! Ik zou heel graag die mooie Entradition lampen die hier in de winkel hangen. Ja, is natuurlijk superleuk zo'n goodie bag. Ik mis alleen nog wat dingetjes van Vlinders. Heel eventjes dit. Superleuk zo'n venture. Doei.